Ik ben Maurits Martijn, correspondent technologie en surveillance. Het afgelopen jaar heb ik dankzij jou onderzoek kunnen doen naar de wijze waarop overheden en bedrijven persoonsgegevens van burgers en klanten verzamelen. En heb ik kunnen schrijven over de vaak verborgen manier waarop technologie ingrijpt op ons leven. Ik heb onder andere aangetoond hoe onveilig openbare wifi-netwerken zijn. Ik heb ontdekt hoe de communicatiegegevens van de hoogwaardigheidsbekleders en sporters tijdens de Olympische Spelen in Sochi door de Russische geheime dienst in een database werden opgeslagen. En ik heb samen met collega Dimitri uitgebreid onderzoek gedaan naar onze persoonlijke digitale data, hoe die worden verzameld en wat daarmee gebeurt. Bij De Correspondent hebben wij de luxe om voor een langere tijd aan een stuk te werken en om uitgebreid onderzoek te doen naar thema's. Voor het komend jaar ben ik dan ook van plan om een aantal grotere onderzoeksprojecten te starten en daar verschillende artikelen over te schrijven. Bijvoorbeeld, bij de overheveling van taken van het Rijk naar de gemeente krijgen gemeenten ongelooflijk veel nieuwe persoonsgegevens over burgers te verwerken. Wetenschappers en activisten maken zich hier grote zorgen over, want zijn de gemeenten hier wel op voorbereid? Ik wil dit dossier blijven volgen en onderzoeken hoe gemeenten zich hierop voorbereiden, welke maatregelen ze nemen en wat dit betekent voor de burger. Ander voorbeeld. Samen met collega Dimitri ben ik van plan om de surveillance-industrie in kaart te gaan brengen. Met welke bedrijven werken onze opsporings- en inlichtingendiensten samen? Welke producten kopen ze en houden ze zich daarbij wel aan de internationale en nationale wetgeving? Maar ik verheug me ook zeer op de interactie met jullie, met de leden. Net als afgelopen jaar toen jullie mij veel ideeën en tips hebben gegeven die ook enkele artikelen hebben opgeleverd. Dus blijf me mailen, blijf me bellen en blijf lid.